Waar zijn je sleutels in? Ik heb niks in. Ik heb geen vleugels. Geen foto. Ik heb geen leven gehad. Echt niet. Ik heb de hele rondvaart gemaakt. Gebracht. Was dat zo? De hele rondvaart heb je gedaan. Ja. We hebben samen ook wel een behoorlijke rondvaart gemaakt, ja, ja. Toch? Ja, denk ik wel, ja. Nee. Dus je raakt nooit je sleutels meer kwijt meer. Dat is een verademing, nee, toch? Over heup iets. Wout nooit. Nee, dat is wat fijn. Ik kom het ook niet nooit achter. Godverdikke. Wat paniek altijd die sleutels wegzien. We hebben zo lopen zoeken. Ik weet nog wel dat het vroor en sneeuwde en die hele tas op straat omgekeerd. Om die sleutels te zoeken. Weet je. Kom blij hier. Ja, kom maar hier, Mireltje. Oh, die lekkere windje. Lekker een windje, ja. Herken je mijn schoenen? Herken je ze? Ja, hoor. Ja? Ja. Zijn voor jou geweest, hè? Nee, het was zienachtig. Ja, zienachtig, ja. Toen jij hier naartoe verhuisde, hè? Ja, nu ja, woon je in de Middenbeemster, ja, toch? Ja, ja. Toen heb ik van jou gekregen een schoentje, een Indiaas schoentje heb ik gekregen. Zo klein. Een parelmoeren bordje heb ik gekregen van je. Deze schoenen. Een kleed. En een barometer. Wat het is dan? Dan een beetje. Ik geloof dat ik het kan niet kan hebben. Ja, dat kan je hier niet allemaal stellen, die spullen. Veel te veel spullen had je. Dat had jij niet een klerenschap. Nee, je kasten vol, toch? Nee. Maar daar ben je niet van af van al je spullen, toch? Ligt er mee, toch? Ja. En ik heb er wat aan. Ik vind het leuk. Wat hoef jij allemaal niet meer te doen, Shirin? Zullen we dat opnemen? Ja, laten we het eens opnemen. Wat niet? Laten we het opnemen. Eén is koken. Je hoeft nooit meer te koken, toch? Nee. Nou, te gek. Nee, wel heel leven. Wel opeten. Ja. Wel opeten. Dat wel veel. Wel opeten. Oké, okay. Dus je moet eten. En is het lekker? Is het eten lekker? Heel erg. Oké. Okay. Nou, dat hoef je dus niet meer te doen. Je hoeft geen boodschappen meer te doen. God. Je hoeft niks meer te verzinnen wat je zal gaan eten. Ja, ja. Geen boodschappen, hier. Dat hoef je niet meer te doen. Die vlinder bijvoorbeeld. Ja, die had tijd om naar vlinders te kijken. En wat hoef je nog meer niet te doen? Noem het maar eens op, zie dat lijstje. Maak dat lijstje maar eens groter. Wassen? Ja. Was je jezelf? Wassen hier in Zadel. Ga je zelf op? Eén vrouw. Lekker, gezellig. En oh, dat, fijn. Is dat. Die helpt je. Ja. Ga je samen onder de douche? Ja, dat denk ik wel. Oh. Doe je het samen met z'n tweeën, onder ja, de douche? Ja. Tof. Nou, gezellig. Wat hoef je nog meer niet te doen? Iets te betalen, je portemonnee. Je hebt geen portemonnee misschien meer? Ik heb geen, zal ik je eerlijk zeggen. Ja? Wat kom eens hier! Hé! Hey. Kom eens hier! Kom eens hier! Ja, het is hem wel, ja. Nou, wat ging je eerlijk zeggen tegen me? Dat je
niks hoef te betalen. Je raadt nu gewoon voor je betalen, toch? En je hebt geen sleutels meer? Sleutels helemaal niet. Kan je niet meer vergeten? Heerlijk. Ja. Ja. Een duif, geloof ik. En je hoeft niet meer te denken aan het verleden, want ben je toch vergeten. Toch? Dat is wel heerlijk. Als je sommige dingen kan vergeten dan, hè? Ja. Sommige dingen is toch wel fijn zien, ja, dan is te vergeten. En je hebt geen zorgen meer? Kan je ook wegstrepen, die zorgen? Hoppa. Ik ben bij Devika geweest en bij Peter. Ja. En die zijn bezig met een website voor het werktheater. Schat, fantastisch. Echt, dat doen ze heel erg goed. Ja, dat doen ze heel erg goed. Vind je dat niet geweldig? Jawel. Het is allemaal aan jou te danken, Shirin. Eindelijk hebben we alles bij elkaar. Nee, David. Jawel, jawel. Ja, Devika doet dat heel goed. En Peter, echt, ze doen dat goed. Dat heb je nog allemaal gedaan, Zinnie. Ik heb niet eens een ja, nu oh, ja, kan oh, ja. Je het niet meer. Oh, oké, okay, ja. Dat is oké. Okay. Maar zonder jou was het een hart geweest, zal ik je dat vertellen? Ja. Echt, echt. Het is dat jij er altijd achterheen hebt gezeten. En nu zijn we er gewoon nog mee bezig aan het eind van ons leven. Of weer die, met het werktheater. Dat is toch apart. Maar nu hebben we een nalatenschap. Dat vind ik fijn, dat alles bij elkaar staat en echt iets nalaten. Dat kunnen we ook nog net betalen van die paar centen die we nog hebben. Of weer die. Goed, hè? Goed, hè? Jij vindt dat geweldig, hè? Ja, dat weet ik zeker. Kennen wij elkaar al zo lang? Joodlang. Dankjewel. Lekker. Kijk wat ik gevonden heb. Ik heb het eindeloos gezocht. Ik heb Devika de schuld gegeven. Zij het had, maar ik had het zelf. Het is ons Marcin-boekje. Dit is het enige wat er nog is van die eerste Marcin. Ik zal je even deze, vind ik zo goed. Dit is de laatste scène. Hier spelen we oud. Ja. Maar we zijn hier, hoe oud? 34, 36? Kijk even naar die bril die ik hier op heb. Kijk, ik heb een enorme bril. Jij zit echt helemaal voorover. Helemaal oud voorover. Oud voorover. Dit was de laatste scène. Ik kwam ook jou halen in het tehuis. Jij kon niet lopen. Je zat er in een rolstoel. En dan zei ik... Sien, zei ik. Kijk, de zon gaat onder. En hier speelden we. Hier deden we. Dit was het kerstdiner. Hier deden we twee weduwe, geloof ik, of zo. Ja. Gescheiden vrouwen. Ja. Ja. Dit was ook het kerstdiner. Ja. Hier dansten waar we ladder zat. Ja. Oh, wat mooi was het. En dit waren we als kinderen. Zie? Ja, het is ook een Colinde. En dit. Ik had een knijper zo. Hou op met die knak. En ik zat onder je rok. En ik deed die knijper zo in je broek. En dan zei ik... Nee, ik schreef iets anders. Maar dan moest jij tot 10 tellen of zo. Tot 20 of tot 100 misschien wel. Ach, Cor. Jannetje.
ik even de vuilnis lezen. Ik heb gedroomd laatst dat we maar een scene gingen spelen voor het publiek. Jeetje. En we hadden niks voorbereid. Helemaal niks. Zo'n typische acteursdroom, weet je wel. Dat je denkt, waarom doe ik dit? Waarom... Ik was helemaal in paniek. Daar ben ik er godsnaam mee bezig. En jij blijft heel blijmoedig. Ik kon jou geen bal schelen. Je zat nergens mee. Nergens mee? Nee. Maar ik vond niks van. Je vond het allemaal goed. Ja. Je zei, nou, ik deed het gewoon. Ja. Weet je hoe dat komt? Hoe komt dat? Omdat je zo dapper bent. Jij bent dapper. Ja, dat is wel waar. Toch? Ja. Heel dapper ben jij, vind ik. Dat we hier zitten, vind ik extreem dapper. Toch? Ja. Mooi, hè? Je slaat je er altijd wel doorheen, hè? Ja. Ja. Toch? Ja. Droom jij nog wel? Ah, joh, dat kom je toch gewoon raar. Raar te redden, dat je niet... Ja? Nee. Waar we het over gaan hebben vandaag, het onderwerp. Weet je dat? Weet je dat? Nee. Nee, ik dacht zelf... Avontuur. Apotheker. Avontuur. Ja, avontuurbus. Ja, goed. Omdat het toch ook een beetje een avontuur is dat we hier zitten weer, toch? Toch? Vind jij niet? Ja. Want je weet niet waar het heen gaat. Ja. Toch? En dat vinden wij allebei leuk, toch? Ja. Dat we niet weten waar het heen gaat. Ja. Dat hebben we altijd gehad, toch? Ja. Toch? Beetje avontuurlijk. Beetje... Kijken wat we doen gaan. Ja. Ik wilde ook eigenlijk een beetje rustige dingen doen. Sim, dat we niet alles vol praten. Die neiging heb ik namelijk. Dus toch gewoon durven een beetje te zitten. Nou. Goed, wat vind je ervan? Ik vind het wel wat. Vind je het goed? Ja. Jij komt toch ook met Ramses? Nee, toen, die is nog... Ja, maar toen hij ziek was, weet je, Ramses, dat je hem naar het ziekenhuis bracht. Oh ja. Dat hij foto's moest maken of bestraald werd of zo. Ja. Weet je nog? Ging jij toch altijd mee? Ja. En dan zat je toch met hem bij de bushalte, bij de tram, een uur lang naast elkaar niks te zeggen. Dat zei je wel eens. Oh mijn god. Ja, toch? Ja. God, het gaat dus de hele zin. Ik heb een pluutje bij me. Paraplu bij me. Ik vind jij leuk. Ja, Marja. Ja. Marja? Ja? Ja, schiet op. Schiet op, ja, zeg ja, ik! Ja, ja. Ja, dat is wat verdomme. Ontzettend mooi zo'n blad, hè? Ja, dat is vast. Ik heb nog helemaal geen zoom gehad van je. Zin in God. Nee, ik zie dat je. Ja. Het is lekker zo'n zoontje. Ja, lekker. Toch? Heerlijk. Ja, dat moeten we anders. Toch? Ja. Lekker zoontje. Dit. Ja. Dit, lekker zoontje. Lekker braantje. En weet je wat ik ook in je waardeer, Shirin? Nou. Mag ik het even zeggen? Ja. Ik waardeer heel erg dat je nooit jaloers op me was. Nee, nooit. Ja, dat... Nooit. Nooit. Ja. Dat is heel erg prettig. Jij moest het opspreken. Dat is heel prettig. Nooit. En als je het was, dan zei je het, toch? Dat zal wel.
als ik werk had, bijvoorbeeld, en jij niet. Werk? Werken. Dan zei hij, verdomme. Kan je op doorschapje? Maar je was nooit jaloers. Nooit. Dat vind ik echt te gek. Oh, ja. Ik zou ook wel willen doen, repeteren, zien en afscheidsscène. Dat we afscheid moeten nemen. Godverdamme. Ja. Wat, hoe gaan we dat doen? Afscheid nemen, een beetje raar. Dus niet van hop de pop. Maar hoe doen we dat, Sim? Hij heeft een discussie hier. Ja, dat is mijn... En die heb jij ook, Sim. Maar misschien, wat vind je daarvan? Een afscheidsscène, hoe zou je het doen? Nee, afscheidsscène doen we nooit. Ja, oké. Okay. Dat doen wij nooit. Wij nemen nooit afscheid. Afgesproken. We nemen geen afscheid. Oké. Afgesproken. Wij kunnen geen inrichtrecht. Wij kunnen geen afscheid nemen. Toch? Ja. Nou, kom op, lul op. Hier. Nou. Heren. Heren. Wolgeveer het. Het was ongeveer aangenaam. Sim. Weet je nog wel dat toen ik jou belde voor de uitslag en dat je wist dat je Alzheimer had. En nee. Dat je toen zei... Nee, maar toen zei je tegen mij. Ja, nou ja, dat is... Toen zei je tegen mij. En ik heb mijn hele leven al een beetje Alzheimer gehad. Je zit aan en faratol. Even je ogen nog dicht. Nou, en daarna zei je meteen, het eerste wat je... Dan hebben we vreselijk toen ook in het telefoongesprek... Ik heb het opgeschreven, het telefoongesprek. Ja, goed. Ogen dicht. Ja. Ogen dicht. En toen zei je meteen daarna... Mar, we moeten een project over maken. Hé, hey, daar is die. Kijk, dit is het eerste telefoongesprek... Ja. Wat ik heb opgeschreven. Ja. Want wat, toen jij vertelde van die Alzheimer-uitslag... Heb ik ons telefoongesprek, wat daarna gebeurde, opgeschreven. Zo lang geleden is het. Sorry hoor. Het is niet te geloven. Dan kan ik het weer niet vinden, maar de allereerste telefoongesprek. Ja. Ja. Dat heb ik opgeschreven. Kun jij nog lezen eigenlijk? Ja, ik kan het dan niet meer schrijven. Nee? Niet meer lezen. Jij? Ja. Maar dan... Shirin, maar dan de uitslag. De professor zelf kwam. Dat hoofd daarvan, die speciale afdeling voor mensen die dat hebben of niet weten dat ze het hebben. Hij legt het heel duidelijk uit met die hersenscan dat ik al een tijdje had. Dat ik het al een tijdje had en het een wonder was dat ik het had gered. Maar Mar, ik heb mijn leven lang al een beetje Alzheimer. Dat deden we toen ook. We hebben toen heel lang gelachen, een half uur lang, aan de telefoon. Oh, ik heb zo gelachen. Toen zei jij, we moeten er een project over maken. Het werktheater had er een project over gemaakt. Heel Nederland krijgt het. Ja, zeg ik dan. Ja, joh. 1 op de 7 krijgt het. Dat is veel. 1 op de 7. Ik ben goed in productie, zeg jij dan. Ja, dan dat kan ik kusten, wel. Als het, wel dan kan ik wel de dingen goed, dat het goed komt. Ja, dat het goed dan kan. Maken we een, en dat brengen we uit het Parooltheater. Dan kunnen we rare dingen doen. Dan komen we bij een sloot en dan wil jij me erin duwen. Maar een scene onderweg. Ja, maar een scene op weg in Alzheimer. Dat klinkt als een sprookje. Je gaat het toch niet de hele wereld vertellen, hè? Zei het toen.
als er iets ergs gebeurt met je. Dan moet je, zoals bijvoorbeeld Helmut en ik, die uit elkaar gingen. Weet je dat nog? Ja, maar dat vind ik niet echt. Nee, oké. Okay. Vind je niet echt? Nee, en dat was ook niet zo erg. Omdat je een ja... Ja, omdat je een soort van... Interlussen. Een huid aflegt, als een slang. Ja. Zoiets. Dus Alfred... Nee, wacht even. Zo'n slangen doen, weet je. Leggen toch een huid af? Die vervellen toch? En dan beginnen ze opnieuw. Ja. En toen ben ik gaan lezen. En toen heb ik... dacht, ja, ik moet er iets mee, jongens. Hoppakee. Dus kwam ik op de Katharen. Weet je wie de Katharen zijn? Die geloofde, de Katharen, die geloofde dat bijvoorbeeld dat de wederopstanding van Jezus. Weet je de wederopstanding van Jezus? Weet je nog? Dat is een mooi, vind ik, toch? Wat dat Jezus... Die uit de graf opstaat. Ja. Zij geloofden dat het niet na je dood gebeurt, wederopstanding, maar tijdens je leven. Ik vind dat juist wel mooi. Dat je in je leven kan veranderen. Ja, tuurlijk, wandelen. Het liefste zou ik met jou nu wegrijden in de auto. Dan zou ik in de bus en zouden we naar Amsterdam rijden naar de arena. Bij de arena. En dan stappen wij naar dat plein te zijn overgelopen de IMAX binnen, Bisschop. Zetten we een 3D-bril op. En dan is er ontzettend veel lawaai. Want het is ontzettend hard lawaai. En dan geef ik jou, oordopjes. Dat je niet iets minder lawaai hebt nu. Ja. Nou, en dan wordt het stil. En dan zien we het doek. En dan zweeft. En dan zie je op het doek, Shireen. Het is mijn moeder en alles en alles. Want dit is de laatste. Is dit de laatste? Ja. Nee hoor, maar ik bedoel... Maar goed, dan zijn we in de IMAX bioscoop. En dan gaan we naar Gravity. Gravity, man. Oh, prachtige film, joh. Nee, heb je niet gezien. Ik wil zo graag met je heen. Gravity gaat over... Is buiten de aarde. Dus alsof je in de ruimte zweeft. Het is een vacuüm daar. Dit is daar 120 graden in de hitte en 120 graden een vriespunt bij je voeten als je in de schaduw bent. Echt waar. Dan is het zo stil en die aarde is zo mooi zien. En dan komt er heel in de verte komt er een lichtje aan. Ja. Heel veel in de verte komt er een lichtje dichterbij. En dan is dan George Clooney. Ja. Die zit in een ruimtepak. George Clooney zit in een ruimtepak. En die maakt grapjes met Houston. Dan zegt hij, hier Houston. Want hij heeft een raar voorgevoel dat het niet goed gaat aflopen. En hij maakt allerlei grappen erover. En dan vliegen we helemaal met hem mee. Die duikt helemaal door die ruimte heen. En dan komen we aan bij Sandra Bullock. Die is ook... Bullock. Sandra Bullock. Die zit ook in een helm. Die zit ook in een helm, ik zweer het je. Die is ook astronaut. Architect, die zit iets te maken aan het ruimtetoestel. En dan krijgen ze van Houston te horen dat er een satelliet uit elkaar is gebarsten. En dat al die stukken op weg zijn naar hen toe. Met 30.000 kilometer per uur, dank u. Jeetje, en dan begint er een achtbaansje in de wereld. Het is, nee, ik zou het stoel graag met je willen zien. Want je ziet ook, tegelijkertijd is het heel erg mooi. Omdat het ook met z'n tweeën zijn. Ja. Dat doet het meteen maar raar genoeg. Heel erg aan ons denken, omdat wij ook een beetje met z'n tweeën, in een vrije val zijn beland, zou ik maar zeggen. Of gewichtloos wat hen en weer zweven, toch? We zijn toch ook een beetje... Afzonderlijk. Ja, dat zou ik nou zo leuk vinden, om dat met je te doen. Als we het nog konden opbrengen, zou ik je een helm opzetten. En, en dat filmen. Ja, dat kan tegenwoordig. Je moet gewoon hier en dan zetten we hier een scherm neer. En dan doen we gewoon blauw, een blauw scherm. Ja. En we projecteren het erop. En dan zitten wij hier met een helm. Dat lijkt me wel een leuke scène.
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik ook. Het is ook zoiets. Wij worden ook een beetje aangevallen door de eiwitten, jij zeker? Door de eiwitten? Ja, ja, die eiwitten. Die eiwitten gaan op jouw hersenen. Ja, echt. Geef maar je hand. Hier, neem mijn wond. Hier, neem mijn wond. Doe ze aan. Wat een koude hand. Die heb ik er al één van die goed is. Die is goed. Nou, deze. Ja. Oh god, wat heerlijk. Ja, hè? Zalig. Zalig, 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 zalig. Ja. Ah. Te gek, toch? Had je ook niet gedacht, hè? Dat we het echt vol hielden. Nee. Had je niet gedacht, hè? Ja, die keek zo zo. Zo, ja, zo. Ah, nu hoor je het ook. Was het die stand van die zaadstand? Kijk, nu gaat het geluid maken. Nee, nee, je moet het nee, weg goed, gaan halen. Nee, ben je te dichtbij? Helemaal niet. Oké. Okay. Joop Admiraal kon dat ook goed. Ja. Vind je niet? Als toen hij de mentor moest spelen, weet je nog, in die band met moeder. Speelde hij zijn moeder die de mentor werd? Ja. Of was? En het volgende moment zichzelf, toch? Dat ging in één beeld door. Dat is zo prachtig gedaan. Toch? Joop, dat is zo mooi als je hem zo kan oproepen, Joop. Als je het voor je ziet. Ja, zie jij hem nou ja, voor je? Ja, ja, ja. Zie jij het voor je? Ja, 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 ja. Degene die dit heeft uitgevonden, nou, die verdient toch wel een medaille? Ja, een medaille. Waar doet me dat nou toch aan denken? Aan ons. Aan Piet en mij als baby. Oh, dat heb ik je alles verteld. Ja, maar dat geeft niet. Mijn mond is een beetje vies. Man braucht Mut dazu, zu leben. Man braucht Mut dazu, zu leben. Man braucht Mut dazu. Zu leben. Man braucht nur dazu, um 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 zu leben. Man braucht nur dazu. Seid ihr gut, Mann? Dat deed hij dat goed, toch? Zie? Daar hebben wij van genoten, zie? Oh, 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 wat hebben we. Wat hebben wij ervan genoten, hè? En zullen we Gerard Toon even toveren? Waarom? Nee. Oké. Okay. Ook niet als mevrouw Emmanuel. Als ze even hier dan op Bring Me Back Home zit. Bring me back home. Bring me back home. Oh, bring me back home. Oh, bring me back home. Breng me terug naar huis. Naar mijn vader, aan mijn moeder. Oh, bring me back home. Zie je het goed, hè? Ja. Zoelen ze allemaal avond. Sorry. Ja. Heb jij geregisseerd, darling? Ja. Oké, okay, met Frans Wijs. Dat weet je toch nog wel, in de tent. Oké. Okay. Ja. Dat was goed genoeg, hoor. Zwaar goed genoeg. Zeker goed genoeg. Ah. Dat was leuk, man. Oh, oké. Okay. Dat is zo leuk. Jij? Zie je hoe laag die zon staat? Zegt hij normaal vandaag. Heel laag staat de zon. Wat, weet je dat wij met de aarde, hè? Met 107.000 kilometer per uur. Jagen wij nu door het heelal, zien echt waar. Met de zon, met de maan, de aarde, met de planeten. Gaan we met een enorme snelheid van 220 kilometer per seconde. 220 miljoen jaar doen we erover. Ja. Gaat dat hele zootje om die melkweg heen.
Bang. Nee. Ja. Moet niet bang zijn. Ja. Nee. Ik ben bang. Dit is niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ja. Je moet er gewoon laten komen. Ik kan nog niet. Laten gaan. Ik moet. Ik moet die brief nog schrijven. Laten zakken. Ik wil niet. Je moet er laten gaan. Een sugi. Of weer mijn vuurtje gemaakt. Dat gewoon wel hoor. Goed hè? Nog genoeg. Ja. Dan heb jij nog iemand die je tevoorschijn wil toveren? Ja. Nou, hoppa. 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 Koemi? Nee, moeder. Oh. En scooter. Scooter. Ah, jongen. Oh, zag je dat? Prachtig.